Ik heb sowieso het idee dat mensen veel te weinig tegenwoordig met elkaar in gesprek gaan. Dus in die zin is het ook wel een voordeel. Ik ben Ihab, ik ben 25 jaar oud en ik studeer economie en politicologie. Je hebt nergens op campus heb je geleidelijnen, wat het nogal lastig maakt om precies plekken te vinden. Bij de oversteek richting de metro heb je ook geen geleidelijn. Waardoor je eigenlijk een beetje alsof je in het Wilde Westen bent te oversteken. En hopen dat je niet ergens onder een fiets of een auto terechtkomt. We gaan richting colleges zometeen. De draaideuren zijn niet zo handig. Als het goed is, is de UvA nu in gesprek met de gemeente. En Facility Services is aan het denken voor een oplossing met de draaideuren. Maar hoe lang dat duurt, dat is anybody's guess. Als ik college heb, dan meestal vraag ik gewoon aan de dichtstbijzijnde persoon of die tijd heeft om mij even naar het lokaal te begeleiden. Heel veel van de uitleg is visueel gegeven. Ik bedoel, als iemand praat over, zoals je hier ziet, gaat de rode lijn intersect de groene lijn. En bij deze blauwe lijn is het equilibriumpunt. Prima, ik geloof je best, maar ik heb geen idee waar je het over hebt. Toen stelde ik voor van, is het dan niet mogelijk dat de studentassistent of iemand anders even na de les naar mij toe komt en uitlegt wat er op het scherm gebeurt, zodat ik de uitleg kan volgen. En toen zei ze, nee, dat is bijles. Normale studenten krijgen dat niet, dus jij ook niet. Ik heb 3 jaar moeten vechten en helemaal naar de dean van de faculteit moeten gaan om daarin me gelijk te krijgen. We staan, als het goed is, voor het UWC. We gaan sporten. Ik vind eigenlijk alle sporten leuk die niet sportschool zijn. Maar eigenlijk vechtsporten vind ik het leuk. Wat ik daar heel leuk aan vind is dat je eigenlijk altijd aan het leren bent. Ook al ben je aan het sporten, ben je ook met je lichaam aan het leren. Ik heb het inderdaad al mijn hele leven, dus ik ben niet anders gewend. Het maakt het niet per se altijd makkelijker. Want dat je het gewend bent, betekent dat je het hebt geaccepteerd en dat je ermee omgaat. Maar het blijft nog steeds awkward als je bijvoorbeeld een vraag de kamer instelt en de docent is het niet. De afhankelijkheid, dat blijft altijd een beetje een dingetje. Dat je afhankelijk bent van anderen of afhankelijk bent van faciliteiten. Een toekomststromen. In elk geval wil ik iets goeds doen voor de wereld, voor de samenleving. In welke vorm dat zal zijn, dat weet ik niet. Of ik de politiek in ga of dat ik gewoon vrijwilligerswerk doe on the side. En voor de rest gewoon 9-to-5 werk. Dat zie ik wel. Ik ben de slechtste.